De Surinaamse reissector vertoont vanaf de 80er jaren een dalende trend en heeft zich niet weten te herstellen tot bloei en ontwikkeling. Het is de leidraad geweest voor student Stephanie Wagimin om ter afronding van haar masteropleiding Banking and Finance bij het IGSR onderzoek hiernaar te doen. De titel van haar afstudeerthesis is Effecten van subjectsubsidie op de export van Surinaamse rijst. Deze thesis heeft zij vandaag met succes verdedigd en is afgestudeerd met een 7. Wagimin vertelt dat zij 7 jaar over deze studie heeft gedaan. Zij hoopt dat haar thesis een aanleiding zal zijn voor verder onderzoek in de reissector. Volgens Wagimin is de dalende trend in de sector te wijten aan verschillende factoren die zowel intern als extern hebben plaatsgevonden binnen de sector. Wagimin is in het onderzoek nagegaan als er enige samenhang bestaat tussen de subsidie in de reissector tegenover de hoeveelheden reis die geëxporteerd worden. Naar aanleiding van dit onderzoek heb ik een analyse uitgevoerd waarbij ik in de jaren 2005-2015 financiële middelen die door de overheid zijn gesubsidieerd heb afgezet tegen de exportcijfers. In mijn analyse is naar voren gekomen dat er geen duidelijke correlatie is tussen de hoeveelheid middelen die zijn gesubsidieerd in de sector met de export en de hoeveelheden. Dus samengevat, de exportvolumen laten zich niet voorspellen door de financiële inputs over een bepaald jaar. De afstudeerthesis van Letitia Simonsen, die student was aan de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur van de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, heeft als titel Juf mi ede kufkaf, de magie van het gebruik van straattaal door jongeren, status, peer pressure of druk van de jeugdcultuur. Simonsen heeft onderzocht wat de relatie of verhouding is tussen straattaal en groepsidentiteit. Jongeren willen zich onderscheiden. Ze willen anders zijn. Ze willen erkenning voor hun eigen product. Ze willen niet kopiëren wat volwassenen ze opleggen. Ze willen met de taal een grens aangeven. Ze praten hun taal en wij verstaan het niet. Dus ze trekken een grens tussen insiders en outsiders. En de groepscohesie maakt dat er ook de groepsidentiteit vooral opvallend is. Ze willen zich vooral onderscheiden bij alles. Want ze vinden dat wij eigenlijk ook taal, de schooltaal, is voor hen een norm. Een dominerend aspect. Wij leggen het ze op. Je weet, we zijn altijd met die vermanende vinger bezig. Hè? Fout, fout, fout. Maar als ze hun eigen taal bezigen, is dat er niet. Letitia Simonsen, studente aan de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Zij heeft een 8 gehad voor haar afstudeerthesis, Juf Miede Kufkaf. De magie van het gebruik van straattaal door jongeren, status, peer pressure of druk van de jeugdcultuur. De presentatie is gehouden in het IGSR-gebouw op het Anton de Kom Universiteitscomplex.